Zo, hè, daar zijn we weer. Goedemiddag allemaal. Woensdag. Ja, je ziet daar. Andere kant op. Daar, daar, daar. Ja, Ivo. Daar zie je twee van die icoontjes. Ik had het er vorige week al over. Er kwamen gewoon te veel evenementen tegelijk komen er gewoon. En dat gebeurde eigenlijk ook. Het was veel. Het was echt veel. En zeker als je gewoon dat hele kermisevenement wilde gaan halen. Om zeg maar de checkmarks, de vinkjes te krijgen op de kermiskalender. En je denkt, oh, dat vind ik wel leuk, die decoratie. Laat ik die ook op de kleine boerderij doen. Nou, sommige voorraden, sommige vragen, verzoeken van dat kermis, van die kermis, dat ging echt helemaal nergens over. Ik heb op een gegeven moment 31 popcorn gekregen als verzoek. 31 popcorn. Dan denk je ook van, ben je niet helemaal. Ja, ik vond het een beetje veel. Ik vond het een beetje veel. En het is niet dat het een probleem was, die 31 popcorn. Dus ja, het is een flink aanpoot-evenement geworden. Ik heb ook wat tussen bedrijven door wat kunnen planten. Heb hier sap, even kijken hoor. Ik heb natuurlijk weer de verkeerde sap heb ik gemaakt. Hè. Zie je altijd. Ja, dit schiet echt totaal niet op. Ik had deze. Deze schiet nu in. Ik kan die ieder geval zo kiezen, want anders ga ik zo meteen weer op het knopje drukken. Nog 16 minuten. En ik had ook nog gekregen de worteltaart. Dus laten we die. Ja, deze die. Je ziet het, ik heb nog allemaal producten staan, maar ik heb geen flauw idee of deze gebruikt worden. Dus laat ik liever nog even achterwege. Ja, de kaarsen laat ik ook nog even staan. Die was ik ook aan het maken, die kwam ook naar voren. En sap, ja. Het is leuk dat ik nu sap hier heb gemaakt, maar. Geen idee. Dus ja, het is een stressvolle week, mag je dat zo noemen. Ja, sowieso op kantoor natuurlijk, met mijn werk. Het is de laatste week voor onze vakantie. Ja, ik vind het niet leuk boeren. Ik vind het niet leuk boeren. Het is gewoon omdat het gewoon te druk is. Je moet gewoon één evenement per keer doen. Maximaal. Dan kan je ook een beetje aan de derby. Ja, dat heb ik nu niet. Dus een konijn in de derby blijkbaar. Maar ik heb er ook geen. Ja, en deze. Ja, die heb ik inderdaad wel gekocht. Een van die kost iets van 40 diamant of zo. Past allemaal mooi in mijn schema. Dus nog een kwartier. Top. Kan ik die zo meteen ook afvinken. Ja. De evenementen zijn gewoon waren gewoon te veel. En ik gooi af en toe gewoon drie stuks in en dan hoop ik dat het voor me past. Maar ja, je ziet het. De voorraden die slonken. En dat is ook met het kermisevenement. Het kermisevenement dat zorgt er gewoon echt voor als je tenminste met mijn voorraad op mijn grote boerderij hielp ik ook af en toe mijn kleine boerderij. Ja, en wat zorgt ervoor? Dus dat je kleine boerderij, dus of wil je groot bij de stand van de voorraden, ik kan ook al laten zien. Het is gewoon echt alles heel veel op 0, op 1 of 2 of 3.
Is niet erg, maar ja, als er dan steeds twee pannenkoeken gevraagd worden, twee hamburgers, twee, noem maar wat op, dan heb je op een gegeven moment een hoop voorraad die opeens naar beneden gaat. Gelukkig, tenminste, hebben we qua evenementen hebben we ook niet zoveel deze week. Tenminste, de muntjes voor vandaag, ja, doe toch geen boot. Dus dat maakt ook niet uit dan. Morgen de rommelmarkt. Oh, dan vragen ze weer je decoraties. Let erop. Visboost, stadsbezoekers, uitbreidingsmateriaal. Ja, wat voor uitbreidingsmateriaal? Ik gok dat het niet silo en schuur is. En ik ga heel even in het Engels kijken, want daar hebben ze het beter. Tenminste. Ze hebben dus beide goed verteld. Dat valt me op zich nog wel mee. Ik had eigenlijk verwacht dat de vertaling in het Engels, in ieder geval van Engels naar Nederlands, dat die zou zorgen voor dat ze wat vergeten waren. Kunnen we dat ergens anders zien? Ja, op de Discord. Even kijken. Evenementen. Even kijken of ik dat kan. Ja, dit zie je natuurlijk niet, want ik ben gewoon op de. Ja, is land. Landmaterialen. Bij Michelenda. Dus Michelenda had hier heeft hier. Interessant. Tenminste, Michelin had hier heeft de kalender heeft ze getoond. En dat is wel fijn, want ja. Dus ja, wat gaan we dus krijgen? Vandaag dus die rommelmarkt, waar dus allemaal spullen voor muntjes gevraagd worden. Vrijdag de vismarkt. Zaterdag landactes en landmaterialen in de stad. Nou, dat is totaal niet interessant voor mij. En zondag drie productiemachines die een booster krijgen en dan dus de dubbele munten bij de boten. Ja, wat betreft de evenementen was tenminste de dagelijkse kalender viel het wel mee, maar qua evenementen was het gewoon echt te veel. Ik ben echt blij als het morgen gewoon klaar is. Dat dit ook gewoon afgelopen is. Want ja, je hebt dit ook nog. Ik ben op dit moment zevende. Ja, je wil eigenlijk wel gewoon eerste worden. Maar ja, ik denk niet hoor. Heb ik best wel wat taken gedaan. Maar om nou gewoon te zeggen van ik ga mijn enorme best doen om nog hoger te komen. Nou. Ja. Dus ja, de lol is er eventjes een beetje vanaf. En dat is zo goed, want ja, ik ga vrijdag toch met vakantie. Toch wat minder tijd om te heden, denk ik. Dus zorgen gewoon weer voor een opgewekt stukje. Ja, ik zit even te denken, ik wil eigenlijk altijd vijf van deze in mijn schuur hebben. Tenminste. Minimaal vijf producten. Want vijf is altijd wel gemiddeld dat de koffiekiosk vraagt. Dit schiet ook al op, nog 21 uur. Nou, ga ik die diamant ook niet uitgeven ook. Dit ook, hè. Hier krijg je weer zo'n stom zwembad en verrassings. Die kan je gratis krijgen. Oh, die krijg je ook weer gratis. Kijk nou. Nou, dat heb ik nog niet gedaan. Nou, laten we dat gelijk ook even doen.
Klik om te openen. Bam, bam. Panelen. Wat is dat dan weer? Een stukje zand met een hartje of zoiets. Of een L. Of een schoen. 10. Oh, het is een pad. Nou, top. Schiet ik daar iets mee op? Winkelaanbieding. 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 Winkel. De winkel waar je het evenement. Die gaat er blijkbaar nog komen. Wereldwijd evenement. Die gaat er blijkbaar nog komen. Dus we hebben 1 winkelaanbieding. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voor 12 diamanten. 12 diamanten is hoeveel euro? Ja, tussen de 6 en de 12. Nou, zeg dat je, als je 200 diamanten, dat is 4 keer 2,49, is een tientje. Dus je moet minimaal 200 diamanten uitgeven, dus een tientje uitgeven om de decoratie te krijgen. Zullen ze dat echt gaan doen? Dat is gewoon 10 euro vragen voor deze stickerboek. Ik mag hopen van niet. Okay, de meeste heb ik al wel verkregen, maar dit is een zandpad. Oh, ik had er al 10, blijkbaar. Dus nu heb ik er 20. Ja. Kijken, wat hebben we die? 2. Welke we nou 2 hebben, dat is ook dan de vraag. Ook 2. Nou, die hadden we al gezien. Een zandbed. Ja, die had ik inderdaad ook al op. Ik denk dat het echt gewoon een decoratiepakket is geweest of zo. Dat ze dat. Net zoals. Dat ze gewoon veel op de farmpas hebben. Van decoraties die eerder kwamen. Zo kwam ik. Ben ik ook aan de springende konijnen 2 keer gekomen. Ja, de springende konijntjes. Ja, dat is hartstikke leuk. Maar die heb ik op een gegeven moment ook in het diamantenpakket gekocht. En toen kwamen we op een gegeven moment in de farmpas. Dus dan heb je als je ook weer dubbel. Ze zijn een beetje aan het recyclen. Niet dat dat het probleem is, maar toch lastig. Ja, kijk, deze vind ik ook wel nog steeds wel leuk. Het zijn allemaal wel leuke decoraties. Alleen ze maken zich er wel heel makkelijk vanaf. En ja, soms zie ik ook wel die vragen komen. Of ja, tenminste. Of ja, wat wil Supercell nou? Maar ja, Supercell is natuurlijk gekocht door een investeerder. En die wil geld zien. Die wil geld voor hun aandelen zien. Dus ik verwacht eigenlijk niet dat het goedkoper dat alle decoraties toch gratis gaan worden. Als je deze gewoon pakt. Al die strandtafel. Deze, die en die. En deze. Nou, ik zie geen winkel aanbieding hoor. Momenteel bekend. Nou. Ja, je kan hem in een kist openen. Maar dat is een verrassingskist. Wat krijg je dan? Oh, maar 9% kans op 10. Decoraties. Dus wat je gaat krijgen is waarschijnlijk een aantal keren een decoratie gratis. Ga je nou decoraties, ga je die nou gewoon voor die diamanten doen? Nou, ik zit op mijn vingers. Tenminste, ik zit op mijn vingers. Ik vind het gewoon niet kunnen dat ze gewoon deze verrassingsdingen gewoon daarin gooien. Zorg gewoon voor dat je ze kan kopen voor diamant of zo.
50 diamant per stuk of zo. Dat vind ik nog wel 40. En als je deze niet goed had voltooid, betaalde je 30 diamanten per dag. Ik heb het tegen mijn vriendin zei ook van ja, ik heb één dag gemist, ga ik 30 diamanten. Ik zeg, wat vind je het waard? Vind je hem leuk? Ja, hij is leuk. Spenderen dan 30 diamanten aan. En dan krijg je gewoon die beloning. Krijg je gewoon die deco. Dus ja, ik zit echt wel een beetje in vakantiemodus. Mijn stof is een beetje weg of zo. Ik moet ook enorm naar de toilet, maar. Want ja, dat moet ook gebeuren. Ik ben zo terug. Zo, daar ben ik weer. Ja. Ik merk wel zelf dat ik wel een beetje toe ben aan vakantie. En dat komt ook gewoon omdat ik vanaf maandag, ja, eigenlijk zondag al, was de helft van het huis, van het dochter zaterdag op zondag ziek geworden. Vriendin gisteren. Dus die zat ook lekker te spugen en we komen niet. Eigenlijk eergisteren. En ik ben ook niet helemaal fit. Dus het is een goed begin van de vakantie, vinden we wel. Ik ben er zelf niet zo blij mee eigenlijk. Maar ja, wat doe je dan? Wil zeggen, ik gooi eventjes wat rijst erop. Maar ik heb ook wat gewassen erop gegooid. Gaat of hier nog even de worteltjes erop. Zo. Deze durf ik wel gewoon erop te gooien. Want als ik hier. Als mijn partij met hoon. Oh, kijk, die is bijna klaar. Gaan we straks even lekker naar de stad. Ik moet hem eigenlijk gewoon vol hebben tot zaterdagochtend. Tenminste, op zaterdagochtend moet ik hem vol hebben van mijn nieuwe poppetjes. Dan hoef ik niet die landactes te doen. Want ik vind landmateriaal vind ik echt niet interessant. Bananenlatte. Kijk. Hey. Oh, dat is de verkeerde. Sukkel. Gaan we dat te redden dan? Hoeveel heeft het 3 nodig? Nou, fingers crossed. Ik dacht dat het de. Dat is even. Ja, dat is een sesam smoothie en niet een bananenlatte. Grappig. Ja. Anderhalf uur, hè? 15, 30, 45. Nou, dat ga ik niet redden. Shit. Ja. Ik heb nog mijn bril op ook. En dan doe je zoiets. Goed, we gaan naar de stad. Als het goed is. 1 dag van 42, kijk. Komt nog even plank los. Alles weggegooid, zo te zien, alle poppetjes. Dus we gaan eerst even alle bezoekers even weg in de. In de gebouwen zetten. Kunnen eigenlijk gewoon weer dit ook weer gewoon volledig doen. Ben dit van de week ook gewoon gaan doen. Ik heb precies van ja, ik heb helemaal geen zin meer in die evenementen eigenlijk. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb gewoon wat. Ben gewoon wat bezoekers gaan serveren. Nou, de rest is volgens mij allemaal vol. Deze ook niet. Echt mee. En volle over maar. Oh, had ik daar nog 8? Dat kunnen we wel zien. Nee, niet 8. Kan straks even zien in mijn opname. Wat er inderdaad 8 waren. Maar jemig.
Ik hoop echt dat TD een beetje gewoon zegt van ja, we hebben nu gewoon zoveel van de spelers gevraagd. We gaan nu even niks, geen grote evenementen meer doen. Maar het zou zo kunnen dat, dat ze ons weer gaan verbazen. En er weer een of ander evenement van maken. Ja, niet te geloven joh dit. Hè? Goed. 35 van 42. Ah, dat was wel een beetje dom, hè? Gewoon verkeerd gezien. Te snel geklikt. Even kijken, die staat aan. En deze Bango Sap. Ja, waarom heb ik deze dan ook gewoon aangezet vanochtend? Nou ja. Ik dacht, ik krik mijn voorraad weer een beetje op. Maar dat heeft een beetje, dat is nu een beetje negatief, hè? Ah ja, joh. Die gaan we ook even vullen. Er wordt een beetje voorraad aanvullen. Even kijken, heb ik hier nog een paar bomen staan met... Jazeker. Die ook gelijk even doen. En waarom doe ik het deze nou gewoon? Omdat dat kortere gerechten zijn. Hier heb ik er 13 hier van 21 van. Dus die ga ik ook eventjes in mijn uitverkoop zetten. Vijf stuks. En deze bijvoorbeeld heb ik ook op een gegeven moment gehad. Gewoon twee keer. Gewoon twee dagen achter elkaar. Ik denk ook van ja, hallo. Gebakken rijst ook. Ja, het klopt inderdaad. Je weet, je hebt niet veel. Gebakken rijst. Dat is deze. Oh, zijn mijn kipjes op? Ja. Ik zit even te kijken, maar. Normaal gesproken 30, maar blijkbaar heb ik gewoon echt. Ik ben aardig aan het verzamelen. Deze red je bijna. Ja. Deze kan ik eigenlijk ook wel naar 15 zetten, maar. Ik heb ook zoiets van nou, laat me lekker draaien. 12 dagen. Oké, top. Deze hoeven we niet te hebben. Ja, waarom heb ik nou 4 diamanten? Omdat ik dat mijn opslag gewoon bijna gewoon leeg is. Ik wacht nog steeds op weer op de dubbele gewicht van de vissen. Ik heb hier als het goed is, heb ik hier nog deze heb ik nog. Visplek herstellen. Die. En ik heb ook nog zwaardere vissen. Deze. Zelfs twee keer. Dus als ik beide in kan zetten. Dus dat ik gewoon sneller kan vissen. En ook nog zwaardere vissen krijg. Dan zou ik mijn boek wel eens vol kunnen krijgen. Het zijn de meeste. Kijk, ik heb nog een aantal zwaardere vissen niet. Met de haakjes. Deze heb ik helemaal nog niet. De rechtsboven. En even kijken hier, deze. Ik moet even bij een hoger level gaan kijken welke dat dan is. Even kijken hoor, dat is de eerste pagina. Ja, die ook nog. Even kijken, dat is dus, dus één, de tweede pagina en dan de... Voor de helft naast de vonkelbaars en voorin. Okay. Nou, wat we dan doen, tenminste, hoe ik het normaal gesproken zou aanpakken, als het bootklassement tenminste wil laden. Hey, stuk! Beeld wijd dan. Hoe bit? Zo die... Kijk, een goede. Oké.
De roofblij. Wat is dat voor een vis dan? Even scrollen. En dan de witte meerval en waarschijnlijk de zwarte dwergmeerval. Of dus, nou, deze heb ik al wel. Dus wat moet ik doen? Ik moet de groene vangen, die plank voor. En ik moet nog de meervallen. Dus de groene, blauwe en de gouden. Oké. Okay. Gaan we die alvast even aanmaken. Tenminste. Hier. Nou, twee groene en twee gouden. En de groene, die. Oh. Oh ja. Ja. Wat ik zeg. Vakantietijd, hè. Ook door de vakantie. Tenminste. Ik wil het altijd zo. Ik wil op het werk zoveel mogelijk afronden. Dus ja, dat kost dan. Dat kost dan tijd door de vakantie. Ja, dan heb je gewoon even wat minder focus op de dingen rondom je heen. Pancakes. Had ik hier ook wat in? Nee. Cool. Ja. Oeh. Deze zijn ook weer nul. Ja, die worden dus bijvoorbeeld ook weer twee keer gevraagd bij dat evenement. Honing ook. Nou, daar ben ik mee bezig. Ja, ik heb er wel zin in. Een beetje vakantie vieren. Gewoon even niet. Niet steeds. Of niet gewoon dagelijks moeten werken. Gewoon even lekker vrij. En je lekker dikke dingen doen die je zelf wil. Even kijken. Laten we die ook nog even doen. Daar zijn, zover zijn we nog. Even beloning verzamelen. Wat moeten wij weer doen? Een restaurant. Dit rondje is gewoon, dat heb ik natuurlijk eerder ook gezegd. Dit rondje is zo makkelijk. Op dit punt hier. Kijk, ik ga hier gewoon naar boven. En dan gaat dit stuk. Moet ik weer met mijn kleine boerderij, die hier staat. Of is het geen kleine boerderij? Even kijken wat mijn kleine boerderij is. Toch wel grappig dat die. Niemand anders komt een dier voor, maar dan moet je echt gewoon op de boerderij zijn om het te fixen. Ja, ik weet dat de pitstop is. Nee, die gaan we dus niet doen. Ik ga even een rondje rijden. Ja, zie je wel, dat is mijn babyboerderij. Toen ging ik ook weer stuk. Daar gebruik ik dus die kleine boerderij voor. Gewoon achter me aan. En gewoon zorgen dat ik een paar benzine heb. Dan kan je gewoon van, oh ja, shit, mijn auto die gaat stuk. Ja, je verzint het niet. Je verzint het niet. Goed, we gaan lekker doorrijden. En dan is het mooi geweest. Misschien alvast wel weer wat tokens uitgeven. Want met die safari dieren gaat het toch altijd wel hard. Kijk. Vroeg onlangs ook iemand van, joh, hoe zit het dan met die tokens? Krijgen we die tokens? Krijg je, welke ligt het aan de tokens? Hey, weer gratis benzine. Is het afhankelijk van de dier hoeveel tokens je krijgt? Nee, dit is compleet random, zoals het heet. Dus compleet, de ene keer krijg je deze, de ene keer krijg je roze veel. Eén keer krijg je blauwe veel. Eén keer krijg je groene veel. Laten we ook deze nog even draaien. Aan het rad van avontuur. En dan ga ik lekker de video voorbereiden om vanavond te publiceren.
Dan ga ik jullie ook zo gedag zeggen. Want het is veel te lekker weer. Ik ben nog helemaal niet buiten geweest. En dat wil ik nog wel eventjes doen voordat weer de zon weggaat. Zo. Even kijken. Wat had ik al gekocht? Even zien. Kijk, deze wil ik sowieso hebben. En die denk ik. En die. Deze kan ik sowieso pakken. Zo. Hoppa, weer een stukje. Deze ook. Goed. Ik wens jullie allen een fijne dag nog. Veel heden plezier. En tot de volgende video. Die waarschijnlijk wat langer zal duren voordat die gepubliceerd wordt. Fijne dag.